De huidige ontwikkelingen in Suriname zullen weinig impact hebben op de gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds, de IMF. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat alles goed verloopt tot nu toe. Er is dagelijks overleg. Volgens de bewindsman werkt de regering er hard aan om zaken op orde te stellen. Ramdien geeft ook aan dat frauduleuze handelingen niet alleen in Suriname plaatsvinden, maar in de hele wereld. Dat weet ik op dit moment niet, maar ik weet dat er wel dagelijks contact is met de IMF. Dus ik ga ervan uit dat ze ook het nieuws volgen hier. Dit soort acties, dit soort issues hebben uiteraard impact op hoe het internationaal bedrijfsleven, de internationale gemeenschap ook kijkt naar Suriname. Maar belangrijk is dat we eraan werken, dat er actie wordt ondernomen, onderzoek wordt ingesteld, degenen die verkeerd zijn geweest opgepakt worden en gestraft worden. Daarvoor heb je wetten en regelgeving, daarvoor heb je een openbaar ministerie, daarvoor heb je een onafhankelijke sterke rechtelijke macht. Die moet de kans krijgen om het onderzoek te doen. Uiteraard in dit soort gevallen moet je ook afvragen van is dit een incidenteel gebeuren? Is dit nu alleen of heeft dit al langer plaatsgevonden? Voor minister Ramdien is het belangrijk dat er grondig wordt nagegaan of er al eerder gelden middels vervalste betaalopdrachten zijn verdwenen bij de Centrale Bank van Suriname. Daarnaast hoeft minister Armand Achaibersen niet op non-actief gesteld te worden tijdens het onderzoek, zegt Ramdien. Als een minister afwezig is, kan die niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat er is misgegaan, benadrukt de Bibis-topman. Dat is des presidents uiteraard. Ik persoonlijk vind van niet, maar dat is des presidents. Omdat ik duidelijk vind dat dit buiten alle regelgeving, buiten alle structuren van het ministerie is gegaan. De minister heeft niet ondertekend en de minister heeft ook aangegeven wat hij doet om onderzoek te plegen, intern, los van het justitiële onderzoek. Maar daarnaast moeten we ook rekening houden dat de minister een verantwoordelijkheid heeft die ver buiten alleen deze zaak omgaat. Dus ik denk dat we daarmee ook rekening moeten houden, ook de impact die het kan hebben op het internationale gebeuren.